Wanneer je Photoshop voor het allereerst opent, zal het er waarschijnlijk zo uitzien. En misschien heb je het idee van: hé, hey, ik heb helemaal geen idee waar ik moet beginnen. Nou, daar is deze film eigenlijk een klein beetje voor bedoeld. Ik ga je meenemen door een aantal instellingen van Photoshop, en ik ga je meenemen door een aantal instellingen in de interface van Photoshop. Hoe een programma gebruikt, daar heb ik al tal van andere filmpjes voor. Ik, ik raad ze ook gewoon aan. Ik ga ze gewoon op je gemak een keer doorkijken. Maar dit is eigenlijk een beetje een filmpje om gewoon te leren van hoe stel je Photoshop nou een klein beetje in zoals jij het wil. Voordat ik met de interface begin, laat ik eerst even gewoon over de instellingen van Photoshop praten. Dat vind je hierboven bij Bewerken. En dan heb je daaronder in Voorkeuren. En dan is er Algemeen. Oftewel Ctrl K als sneltoets. En dan heb je het voorkeurpaneel. Je ziet aan de linkerkant de klasseringen wat je allemaal kunt kiezen. En in het midden zie je wat je allemaal aan kunt passen. Het is te veel om dat in deze film allemaal even mee door te nemen, maar ik pik er een paar belangrijke uit. Zo heb je de tab interface. En bij de interface kun je bijvoorbeeld het kleurenthema veranderen. En je kunt daarmee iets uitkiezen wat misschien beter aansluit bij wat jij wil. Ook de interface-taal kun je hier veranderen van Nederlands naar Nederlands. Maar wil je in het Engels werken, dan heb ik daar al een keer een filmpje over gemaakt. Klik hierboven even om dat te zien. Wat ik een prettige optie vind, is kanalen in kleur tonen. Iedere foto is opgebouwd uit rood, groen en blauw. En dat is een eigen kleurkanaal. Laat ik dadelijk even zien. Maar ik vind het handig om dit aan te vinken, zodat mijn kanalen ook in de juiste kleuren worden weergegeven. Ga ik even verder naar het tabblad prestaties. Dat is op zich wel een belangrijke. Natuurlijk heeft niet iedereen een even krachtige computer en ook de mijne is misschien uh, niet de snelste na huidige maatstaven, maar ik mag op zich niet klagen. Wat je hier hebt is bijvoorbeeld wel de instelling voor je geheugen. Ik heb 16 gigabyte geheugen in mijn computer en daar is 14 gig uh, beschikbaar voor, waarvan Photoshopper 11 gebruikt. Dat kun je eventueel verhogen door gewoon het pijltje een klein beetje naar rechts te trekken of op plus of min te drukken. Ik zou er niet alles aan toewijzen, want je hebt soms misschien ook wel meerdere applicaties openstaan en die willen ook gewoon een klein beetje geheugen gebruiken. Daaronder heb je een blok historie en cache. Dat hoef je misschien niet allemaal te snappen, dat wordt een klein beetje technisch, maar er zijn eigenlijk drie grote voorkeuren. Zo is er Web UI-ontwerp en dat zorgt ervoor dat je met kleine dingen bezig bent. Klik je daarop, dan zie je dat je cache-niveaus teruggaat naar 2 en de blokgrootte naar 128. Ga je naar standaard foto's wordt het alweer 4 en 1024. En ga je naar zeer grote pixelafmetingen, dan wordt het 6 en 1024. Nou, om daar toch een klein beetje op terug te komen, cache-niveaus, dat gaat eigenlijk gewoon om een, een, een soort voorinstellingen in een supersnel geheugen. En die blokgrootte is in dit geval 1024. Werk je nou met hele grote bestanden, dan loont het zich om dit gewoon hoger te zetten. Dus van cashniveaus kun je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, naar 8. En je kan bijvoorbeeld naar 1028. De historiestaten, dat is het aantal stappen wat je terug kunt. En mijn favoriete manier van werken is toch eigenlijk een manier van werken waarin ik altijd terug kan. Zeg maar non-destructief. Dus deze historiestaten wil ik wel beperken tot een stuk of 10. Je kunt het ook helemaal overdrijven en op 1000 zetten. Alleen het nadeel is, je zult merken dat Photoshop dan traag wordt. Want alles wat je doet, moet dus gewoon ja, netjes in het geheugen blijven zitten. En dat wordt het alleen maar trager en trager van. Nog een andere mooie manier om het sneller te maken, dat vind je hier bij werkschijven. En als je nu twee harde schijven in je computer hebt, dan zou ik de schijf waar je besturingssysteem en waar Photoshop op geïnstalleerd staat, niet kiezen als werkschijf. Ik zou dan de andere kiezen. Nou, bij mij staat Photoshop en Windows gewoon keurig op C. Dus mijn werkschijf dat is D. En dat houdt in als Photoshop moet gaan schrijven naar de harde schijf. Om, omdat er gewoon ja, berekeningen gemaakt moeten worden die veel van het geheugen vragen. Dan kan hij daar een harde schijf bij inschakelen. Het loont zich altijd om dat op een andere harde schijf te doen. Tot zover even deze hele saaie... Uh, nee wacht, oh, ik heb er nog een. Eenheden en linealen. Op zich is het verstandig om dit op pixels per inch te zetten en op 300, en de schermresolutie op 72. Dat is toch eigenlijk wel een beetje de standaard waarmee gewerkt wordt. En de linealen zet ik altijd gewoon op pixels. Tot zover even deze hele beknopte technische informatie over instellingen van Photoshop. We gaan snel door naar de interface. De interface van Photoshop heeft verschillende delen. Je hebt om te beginnen in het midden het grijze gedeelte waar de foto te zien is. En als ik er een foto bij open, dan zie je ook gewoon dat die daar verschijnt. Dan zie je vervolgens aan de linkerkant een aantal gereedschappen staan waarmee we de foto kunnen bewerken. En aan de rechterkant staan er een aantal instellingen qua menus en dergelijke. En helemaal rechts vind je ook nog gewoon ja, een soort van snelcursus. En je vindt een bibliotheek met daarin kleuren. Die bibliotheek en dat leren, daar zit ik eigenlijk helemaal niet op te wachten. Dus om die tabbladen te sluiten, ga ik gewoon boven het woordje leren hangen, druk ik met rechts en zeg ik sluiten. En dat doe ik ook bij bibliotheek. En je zult zien, als die verdwijnt, dan schuift alles gewoon netjes op naar rechts. Nu heb ik al een interface waarin ik uh, wat meer kan. Ik heb aan de rechterkant drie groepen. Ik heb een groep kleur en stalen. Ik heb een groep eigenschappen en aanpassingen. En ik heb een groep lagen, kanalen en paden. Laat ik even bij die andere beginnen. Kun je je nog herinneren dat ik in het begin heb aangevinkt dat mijn kanalen in kleur moeten worden weergegeven? Nou, als ik op het tabblad kanalen druk, dan zie je ook gewoon de losse kanalen. En dan zie je bijvoorbeeld het rode, het groene of het blauwe kanaal. Of de verzameling daarvan. Nou, dit tabblad kanalen wordt gedeeld in dezelfde groep met het tabblad lagen. En is de volgorde daar nou eigenlijk niet van naar mijn zin? Dan ga ik gewoon op lagen staan. En als ik de knop ingedrukt hou. Kan ik dat verschuiven naar een vel waar ik het wel wil? En als ik nou denk van hé, hey, ik wil lagen altijd wel bij de hand houden. Als ik het ingedrukt hou, kan ik het ook gewoon elders slepen. En als ik het dan loslaat, komt het daar te staan. Aan de onderkant kun je eventueel de box wat groter maken. En als je hem bovenin versleept, kun je hem ook nog gewoon verslepen naar een plek die jij leuk vindt. En je ziet in de groep rechts heb ik dus alleen nog maar kanalen en paden. En mijn lagen staat dus gewoon los elders. Ik kan dit ook nog gewoon verplaatsen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen: van nou weet je wat, ik wil het wel tussen eigenschappen en aanpassingen hebben. En als ik dan boven die groep ga staan, dan komt er een blauw kader omheen. En als ik het loslaat, dan staat het daar weer tussen. Ga ik tussen twee groepen staan, dan zie je dat er een blauwe balk bij komt. En laat ik hem dan los, dan komt hij daar gewoon tussen te staan. Dus dan creëert hij gewoon een eigen groep. Nou, ik vind hem op zich wel prettig om hem gewoon daaronder te hebben staan. De groep daarboven. Eigenschappen en aanpassingen. Ja, eigenschappen vind ik op zich wel belangrijk. Als ik bijvoorbeeld een aanpassingsfilter maak van curve. Dan komen daar de eigenschappen van dat filter in te staan. En kan ik dat snel gewoon even aanpassen. Maar het tabblad aanpassingen, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dus daar klik ik ook met rechts op en die sluit ik. En datzelfde geldt voor kleur en voor stalen. Daar zit ik ook niet op te wachten. Wat ik meestal wel bij mijn werkruimte wil, dat is eigenlijk het histogram. En je vindt hierboven bij venster de vensters die Photoshop allemaal weer kan geven. Zo zie je daar bijvoorbeeld histogram staan. Klik je daar nu op, dan zie je dat er gewoon een histogram komt te staan samen met navigator. En dat is eigenlijk een kleine weergave van je foto. Als ik bijvoorbeeld ergens inzoom, zou ik hier bij de navigator nog gewoon door de foto heen kunnen scrollen. Maar ik wil het histogram eigenlijk wel gewoon altijd hierboven erbij hebben. En ik laat het er gewoon netjes tussen vallen zodra ik de blauwe balk zie. Nou, de navigator, die kan gewoon dicht. Daar zit ik niet op te wachten. Ik weet meestal wel waar ik ben. Plus, er is ook een uh, handige methode. Als je gewoon de H ingedrukt houdt en je klikt, dan kun je ook gewoon over je foto slepen. Tussen de twee groepen kun je eventueel nog gewoon gaan staan. Dan zie je dat je handje verandert naar pijltjes. En dan kun je ze eventueel op maat maken zoals jij het wil. En in dit geval heb ik dus al een interface die beter bij mij past dan de standaard interface. Zijn er nog een paar andere knoppen? Nou, er zit hier een heel smal balkje. En momenteel zit daar alleen de knop Historie op. En als je daarop klikt, dan zie je dus gewoon de historie van wat je gedaan hebt. Ik heb deze foto geopend. Ik heb een nieuwe aanpassingslaag voor curve gemaakt. En die heb ik even bewerkt. Nou, en je kan bijvoorbeeld in één keer terug naar openen, of nog verder terug naar gewoon aanwezig zijn. Dit menu zit dus op deze balk. Met het knopje klik je het uit. En met het knopje weer indrukken klik je het in. Nou, ik vind het bijvoorbeeld wel makkelijk om daar ook mijn handelingen bij te hebben. Dus als ik die open, dan zie je dat die daarbij komt. Samen met historie. En als je nou denkt van hé, hey, daar heb ik geen zin in. Je kunt het gewoon los slepen van de balk. Of je sleept het er naartoe terug. En je klikt er dus gewoon op om het te openen. Het is een soort sneltoetsbar van menus. Dit is dus een werkruimte die je op dit moment hebt ingesteld naar je eigen smaak. Je kunt nog veel verder gaan, natuurlijk. Je kunt er nog veel meer vensters bij uh, halen. Maar het is maar even kijken wat jij handig vindt en waar je veel mee werkt. Je kunt bijvoorbeeld info erbij halen. En dat naast het histogram slengeren. En als je dan bijvoorbeeld een selectie maakt, dan zie je dat deze selectie. Uh, 2187 bij 1458 pixels is. Maar je ziet bijvoorbeeld ook heel mooi wat de RGB-waardes en de CMIK-waardes boven je cursor zijn. Kan wel eens handig zijn. Je kunt al deze instellingen in je werkruimte ook nog gewoon opslaan. Als je bij Venster klikt, dan heb je daar Werkruimte staan. Daar heb je een aantal presets in. En ik heb natuurlijk ook mijn eigen presets bovenin, Jeroen. Maar om een nieuwe werkruimte te maken, kun je klikken op Nieuwe Werkruimte. Zorg wel voor dat alles eerst is ingesteld naar je eigen smaak, want anders gaat het niet helemaal goed. En deze werkruimte noem ik gewoon even uh, YouTube filmpje. Nou, ik wil daarin de sneltoetsen, de menu's en de werkbalk opnemen, en ik druk op opslaan. Kies ik nou bij werkruimte een andere werkruimte, bijvoorbeeld 3D, dan zie je bijvoorbeeld dat er alles verspringt in mijn scherm, en ik kan weer heel simpel terug naar degene die we net hebben ingesteld door te klikken YouTube filmpje en mijn interface is weer terug zoals ik hem wilde hebben. Ben je hem nu helemaal beu dan kun je hem ook gewoon verwijderen. Je moet dan wel eerst een andere werkruimte selecteren en dan ga je bij werkruimte onderaan naar verwijderen en dan kun je uit het pull-down menu in dit geval kiezen voor YouTube filmpje en dan gooi je hem weg. Nou, dan ga ik weer terug naar mijn eigen werkruimte zoals ik dat wil hebben. Je ziet ik heb een klein beetje meer uh, buttons in de balk zitten. Maar ik heb het histogram en het info bovenin zitten. En de navigator daar toevallig ook. En in het midden, als ik een aanpassingslaag selecteer, daar zitten mijn eigenschappenvenster. Dat zijn zeg maar de dingen waar ik het meeste mee werk. En de dingen die ik dus eigenlijk altijd gewoon onder handbereik wil hebben. Ben ik op zoek naar andere dingen, dan kan ik gewoon boven even in het venstermenu kijken. En gewoon uitzoeken wat ik nodig heb. Tot zover deze film over een paar instellingen van Photoshop en de interface. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, weer en tot de volgende keer. Doei doei!